toen we vanmorgen kwamen, toen troffen we een jong dier aan in de stallen. Nou, we wisten natuurlijk dat er eentje geboren zou gaan worden. De moeder die werd naarmate steeds dikker, kreeg een volle uier de laatste weken en haar vulva zwol wat op. Dus dat zijn echt wel tekenen dat je het jong kunt gaan verwachten. Dan is het altijd moeilijk om te zeggen, komt het vandaag of over 2 weken? De giraf heeft een draagtijd van 14, 15 maanden. Nou, het jong is eruit gekomen met 14,5 maand, dus dat is heel goed. Het is een vrouwtje, ze doet het erg goed. We hebben haar nu even apart gezet met de moeder, zodat ze goed kan leren drinken bij de moeder en de moeder ook aan het jong, dat die bond sterk kan worden, die band. En ja, het is ook voor de moeder het eerste jong. Dus even wennen, even kijken hoe het gaat. Nou, de rest van de groep staat hier achter ons. Het is op het moment buiten wat koud, dus ze staan nu binnen. We gaan straks weer terug voor het publiek, we zijn daar nu even aan het schoonmaken. Nou, op het moment dat de jonge giraf eigenlijk goed gaat, hè, bijvoorbeeld een paar dagen nu apart staat, dan gaat ze gewoon weer bij de groep in. En dan is ze ook beter zichtbaar voor het publiek. Hij is nu ook wel te zien, dan moet je net even over het randje kijken. Nou, en als het straks mooi weer wordt, dan zullen ze de eerste stapjes zetten in de ren. En later, als ze een aantal maanden oud is, ook de vlakte opgaan. Dus dan is ze helemaal mooi zichtbaar. Voor ons is het nu zaak om haar goed in de gaten te houden. Hè. Komt ze aan het drinken, doet ze het goed, beweegt ze voldoende, is het lekker warm in de stal, houden we allemaal bij. Nou, we zijn heel blij met een jong dier. De populatie in het wild is ook, wat aan het afzwakken. En zo houden we toch ook deze soort in stand in de dierentuinpopulatie.